Nu vond hij denk ik tijd om iets, dat hij wat anders vroeg en dat hij mijn kwaliteit wilde gebruiken. Dus je moet wachten op je kans en die heb ik gelukkig vandaag weer gehad. Sander Fischer nu als aanvoerder aan de aftrap bij Excelsior. Hoe was dat voor jou? Blij weer. Blij dat ik mocht spelen. Ik heb een aantal wedstrijden op de bank gezeten en dat is nooit leuk. Dus ik was blij dat ik mijn kans weer kreeg. Wat was de uitleg van de trainer dat je nu wel in de basis mocht beginnen? Weet ik niet. De trainer heeft in het begin al zijn redenen aangegeven. Dat hij voor andere jongens koos en dat dicht bij elkaar zat. Nu vond hij denk ik tijd om iets, dat hij wat anders vroeg en dat hij mijn kwaliteit wilde gebruiken. Dus je moet wachten op je kans en die heb ik gelukkig vandaag weer gehad. En ik denk dat je de kans zeker gegrepen hebt vandaag. Goed op zich denk ik dat we een redelijke wedstrijd hebben gespeeld. Niet dat ineens ons lek boven is, maar het is jammer van die rode kaart. Daarvoor komen we eigenlijk best wel makkelijk voetballend tot aan de 16. Leiden niet tot echt hele grote kansen. Maar we tikten wel aardig makkelijk, laat ik zeggen, richting die 16. Dus dat was op zich oké. Okay. Voor de rest denk ik dat we verdedigend wel aardig hebben gedaan, eigenlijk heel de wedstrijd. Het is jammer dat we op het laatst zo'n cornerbal erin vliegt. Een klutskool eigenlijk, hè? Ja, nog een klutskool. En dat is heel erg balen. Want als we kijken naar de wedstrijd, die rode kaart, ook zonder die rode kaart, waren jullie misschien nog wel beter dan FC Eindhoven. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, hetzelfde. Dat we het goed eigenlijk hebben gedaan. We hadden twee grote kansen met Elias. Ik denk dat ze allebei misschien wel moest maken. Of misschien die tweede was wat moeilijker als die eerste. Die eerste had hij denk ik helemaal laatst nog eentje met Seis die kans. Dus we hebben het nog best wel goed gedaan, ook met die man. Wat je zegt, formal goal, een kut goal. Emotie is altijd het mooiste. Ja, oké, dat vinden jullie mooi. Nou, bij deze dan. Dat is balen. Want je had hier, als je met 10 man en dan een 0-1 overwinning weg kon gaan, had lekker geweest en had voor ons een goede boost geweest. Waar staat dit Excelsior na 7 wedstrijden in de eerste divisie? Veel te laag. Daarop voortbedurend, de bezoek op de wedstrijd van Excelsior werd erop gewezen dat Excelsior de minste seizoensstart had sinds 1997. Heb je daar een verklaring voor hoe dat kan? Want natuurlijk, het zijn twee verschillende seizoenen, uiteraard zit heel veel jaren tussen, maar heb jij daar een vinger voor waar je op de zeer plek kan leggen? Niet echt eigenlijk. Het is duidelijk dat wij gewoon te weinig punten hebben en dat wij het uiteindelijk niet goed genoeg gedaan hebben. 6 punten uit 6 wedstrijden voor deze wedstrijd en nu met 7 punten uit 7 wedstrijden. Dat is voor Excelsior gewoon te weinig en dat moet gewoon beter. Daar werd op voorhand eerst geweest op de defensie. Nou zat het vandaag, als de mensen de wedstrijd hebben gezien, het best wel goed op orde achterin. Is daarmee ook het lek boven? Nou, het is niet gelijk een lek boven na 1 wedstrijd, maar het betekent in ieder geval dat we ook voor die rode kaart, daarna is het natuurlijk sowieso wat meer verdedigen wat we vorige week natuurlijk ook hadden. Dus dan moet iedereen wel verdedigen, maar ook daarvoor stond het redelijk goed. Dus op zich zijn dat dingen waar je probeert dan weer aan vast te houden. Maar goed, het is niet zo dat na 1 wedstrijd tegen FC Eindhoven dat je ineens een lek boven hebt. Dus we hebben nog een lange weg te gaan.